Goochelaar Mark Morelli is voor vandaag een schoonmaker en speelt een spelletje met de kinderen. De vraag is, wie speelt vals door stiekem onder de bekers te kijken? Hey. Hoi. Ben jij lekker aan het tekenen? Ja. Wat een bende hier. Heb jij die zo vies gemaakt? Nee. Zeg, ik kan ook nog een goocheltruc. Wil je die zien? Ja. Ja? Ik zie hier achter jouw oor hier... Ja. Waar is het? Kijk eens. Dan ga ik eerst iets voor doen, hè. Een keer goed opblazen als je wil. Hard. Let op. Hè? Kijk, dat is zo... Hè? Raar, hè? Ik ga het voor jou iets moeilijker maken. Doen we er nog 2 bekers bij. Dan zet ik hem hier erop. Zo. Alleen aanwijzen. Waar denk je dat die nou is? Is dat voor te oefenen, hè? Kijken. Dat doe jij heel goed. Nu gaan we voor het eng doen. Let op. Ga hier eroverheen. Nee. Heb je nou nog enig idee waar die ligt? Nee. Alleen wijzen. Die kijken. Nou, ik moet heel even weg. Als ik daar terugkom... En je raadt het goed, dan is hij voor jou. Mag nog niet spieken. Ja, onder welke beker ligt dat snoepje nou? Hoppa, daar ligt hij. Nou, dit spelletje ga ik wel winnen hoor. Denk verder. Hallo? Winnen, denk ik. Je hebt toch niet stiekem gespiekt, of wel? Nee, daar heb ik niet. Nee? En welke denk je dat die zit? Ik denk die. Die? Ja, kijk zelf maar. Maar eerst zo... Ik wist dat ik... Ik dacht dat hij daar zat. Ik wist het niet. Had je misschien stiekem toch gekeken? Nee, ik dacht dat die was. De beurt is nu aan Storm. Wat is daar? Oké. Je mag niet spieken. Dan krijg je een extra lekker snoepje, als je het goed hebt. Ja, oké. Ja, dat heb je nou als je een spelletje speelt met een goochelaar. Los dit maar eens op, Storm. Zo stout. Hallo. Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Want er stonden 3 bekers en nou zijn ze op elkaar. Ik zeg het wel eerlijk. Ik wist het. Je hebt wel gespiekt. Ja, maar ik wil wel eerlijk zijn. Ja. Gelukkig ben ik niet zo'n snoepkind. Ik ga heel even weg. Dan kom ik zo terug en als je daarna goed hebt... Ja. Dan krijg je er 2. Oké. Ja? Tot zo. Ik ga even kijken. Nee. Wat dacht jij dat die lag? Hier dacht ik het. En waar komen deze dan vandaan? Hey, ik weet het. Het kerstje is hier ergens onder verstopt misschien. Even zien. Nee, ja, ik denk dat die hier... Kijk, hier. Hier. Wow. En, klopt je mensenkennis een beetje bij deze video? Klik dan duim omhoog. Wil je meer video's zien? Klik dan hier. En vergeet je hieronder niet te abonneren op ons kanaal.